De DPA Plus schroefpaal is een in de grond gevormd paalsysteem en is grondverdringend. Er is dus nauwelijks sprake van uitkomende boorgrond. De voerbuis wordt trillingsarm de grond ingeschroefd, waardoor geluidsoverlast beperkt blijft. DPA Plus schroefpalen kunnen tot grote lengtes geproduceerd worden. Tevens is dit systeem geschikt voor zowel druk- als trekbelasting en kent het een hoge draagkracht. DPA Plus schroefpalen worden veelal toegepast bij woning- en utiliteitsbouw, waarbij geluidsoverlast en trillingen niet wenselijk zijn. Daarnaast worden DPA Plus schroefpalen ook toegepast in de infra, de energie en de petrochemie sector. Doordat dit paaltype grondverdringend is, is dit paaltype onder specifieke omstandigheden ook geschikt bij projecten waarbij sprake is van vervuilde grond. Er wordt een schroefdeksel onder de voerbuis geplaatst. Vervolgens wordt de voerbuis op het piket gepositioneerd, waarna deze rechtsom de grond in wordt gedraaid. Als de voerbuis de gewenste diepte heeft bereikt, wordt de wapeningskorf van bovenaf in de voerbuis gebracht. De voerbuis wordt linksom de grond uitgedraaid, terwijl de betonmortel wordt aangebracht en bijgevuld. De paalkop wordt tot aan het werkniveau gestort en kan in specifieke gevallen op hoogte worden afgewerkt. Doordat de voerbuis in tegengestelde richting wordt uitgedraaid, ontstaat er een schroefvormige paal, waardoor er een hoger geotechnisch draagvermogen kan worden behaald ten opzichte van de DPA-schroefpalen. DPA-plus schroefpalen kunnen akoestisch worden doorgemeten, waarmee de kwaliteit wordt gecontroleerd.